Kijk hoe leuk, met een neonroze stipje. Ze zijn allemaal mega uniek, dus ja, nee, ik vind het echt wauw. Of lekker gek in deze. Oh, zo geen zin in de trein. Godverdomme. Het valt van mee, maar het enige probleem is, ik heb het gekast. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het ziet eruit, hè, met die concealer. Ik ben me aan het klaarmaken, want ik heb zometeen een auditie. Superleuk. Dus nu even lekker opmaken en even nog een keer mijn teksten even leren. Nou ja, leren, dat heb ik natuurlijk al gedaan, maar nog even mijn teksten doornemen. En dan die kant op, ben ik wel heel relaxed. Ik heb mijn teksten echt super goed. Ik heb heel goed geleerd. Ik ga het zometeen nog even een goed keertje doornemen en dan gaan we gewoon knallen. Dus duimen. Ik ben altijd wel een beetje nerveus voor dit soort dingen, omdat ik gewoon zo graag wil presteren. En ja, nou ja, hè? Maar voor het eerst, dat vertel ik natuurlijk nog niet. Maar als het allemaal goed gaat, dan zal ik jullie dat later vertellen. Oké, ik ga mijn vlek make-uppen en zie ik jullie zo meteen. Nou, dit is wat ik aan heb. Een jurkje. Met een riempje en daarover zo'n gilet. Helemaal leuk. Haartjes lekker gewassen en mooi gefeund. Wenkbrauwtjes geverfd. I'm ready. Nou, we zijn in Amsterdam en ik ben nu een beetje vroeg, dus ik wacht nog even een paar minuutjes. En dan ga ik naar binnen en dan ga ik de auditie knallen. Ik ben echt zo nerveus, maar ik heb echt super goed geleerd, dus het komt gewoon goed. We gaan er gewoon voor. Dus ik zie jullie zo meteen. De auditie ging echt super goed, dus ik ben best wel blij. Nu afwachten en we zijn nu bij de McDonald's. Nou, weer helemaal in onze natuurlijke habitat en we gaan ook de neckplant proberen. Hoezo hebben wij ook zoveel? Het is weer ongelooflijk. Eet u smakelijk. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en het is 8 uur. Ik heb even mijn wekker gezet om even een goede slag te slaan met het editen. Want de politievlog is gewoon echt zoveel werk. En ik wil hem deze week af en ik ga het gewoon niet redden. Dus even het wekkertje, zodat ik vandaag hopelijk hem nagenoeg afkrijg. Dan moet hij naar de politie. Zij gaan hem helemaal checken. En dan komt hij weer terug. Dan moet ik hem natuurlijk weer aanpassen. En nou ja, voordat hij dan online kan, ben je zo 2-3 weken verder. Ja, ik hoop dat we de herfstvakantie volgende week nog gaan redden. Maar ik ben er bang voor. Dus ik ga nu lekker een kopje thee zetten. Smoothietje maken. En aan het werk. Nou, mijn weekvlog is af. Die staat klaar voor vanmiddag. Want elke dinsdag en zondag natuurlijk een nieuwe weekvlog. Dus dat is heel erg nice. Nu ga ik even ontbijten. Het is 10:30. En op mijn planning staat dat ik om 11:00 verder ga met de politievlog editen. Dus ja, dat is heel erg nice. Lekker dat het vast af is. En normaal gezien zou ik nu meteen doorknallen. Want dan denk ik, oh, nu, dan heb ik 1/2 uur winst. En dat ga ik niet doen. Ik ga nu eerst 1/2 uur even eten. En heel even, misschien even op mijn telefoon of even een YouTube-filmpje kijken. En dan gaan we verder met de plan. Jeetje, Nina, die politie. Zo veel werk. Ik ga nog even een kopje thee zetten. Mijn vierde bakkie gemberthee. Zo goed voor je. En even een tostietje maken. En dan ga ik zo meteen eindelijk mijn nagels doen. Ze zijn zo lang. Oh yeah. Nou, lunchen en dan naar de nagelboer. Ik ben weer terug van de nagelboer. Zoals mijn vriend het noemt. Ze zijn heel mooi. Ik zal ze goed laten zien. En ik ben inmiddels alweer aan het eten. What's new? Kijk hoe leuk. Met een neonroze stipje en een wit stipje. Ik ga me snel. Ik heb trouwens een ander shirtje aan dan begin deze dag. Want ik had net even opnames. Ik moest net even een campagne schieten. Dus vandaar. Nu ga ik snel mijn make-up afhalen. Mijn haar in de staart. En mijn sportkleding aan. Want ik ga even sporten. Niet te heftig. Rond mijn hoofd. Goedemorgen, ik kom
net bij mijn vriend vandaan. Ik had mijn wekker lekker op tijd gezet. Want ik ga even een campagne schieten voor een samenwerking met Lofies. Dus dat is super leuk. Ik ga even mijn kamer een beetje aan kant maken, want ik wil het in mijn kamer doen. En dan ga ik even douchen, haar even wassen voor de 6000ste keer deze week. Want waarom wordt het nou weer zo vet? Ik word helemaal gestoord met de campagne. De campagne staat erop. Samenwerking met Lofies, super leuk. En nu staat er weer een pakketjesman voor de deur. Ik schaam me dood, want die meneer die komt echt letterlijk elke dag. Letterlijk elke dag. En deze meneer knipte ik altijd in de kapsalon. Werk natuurlijk al heel lang niet meer in de kapsalon en nu zie ik hem even goed nog heel vaak. En hij zegt, hij noemt ook altijd mijn naam, hè. Dus gewoon, nou, dit pakketje is voor Femke. Oh, deze keer is hier niets voor Femke. Dus, dit is mijn outfit. Hij is nog het pakketje aan het zoeken, denk ik. Dus ik laat het even zien. Leuk nieuw truitje. Mijn favo nieuwe schoenen. Helemaal fantastisch. En als het goed is, krijg ik nu ook een heel leuk pakketje gekregen van een hele mooie webshop. Zal ik zo meteen even laten zien. Giletjes zijn het eigenlijk. Dus ik ga eens even de deur open doen voor deze man. Ik zou bijna koffie aanbieden, wat erg. Ik unbox meteen even het pakketje wat ik ontvangen heb. Het zit gewoon zelfs, het zat natuurlijk in een wieltje. En in een hele mooie tas. Ik maak het open, zit er gewoon een maskertje in. Heeft er iemand bij gedaan. Het is van Joya's Vida. Nou, die moeten jullie zeker even op gaan zoeken op Instagram. Want het is echt, nou, fantastisch. Ik volg er al een hele tijd. En ineens kwamen we in contact. Ram, pam, pam, pam. Knalroos. Het komt bijna niet over op beeld, zo roze als dat die is. Dan waar het allemaal om gaat. Deze wordt onderbloed. Oh, nou. Het ziet helemaal op beeld veel. Oh ja, zo is het mooi. Kijk eens even. Oh, wauw. Oh. Kijk eens even hoe mooi. Wauw. Nee, dit is niet normaal. Met trui trouwens ook wel leuk. Nou, ik vind het zo fantastisch. Echt heel erg mooi. Dus Joya's Vida. Zoek het even op. Hero's zijn allemaal mega uniek. Dus ja, nee, ik vind het echt wauwie. Fantastisch. Nou, ik ben lekker aan het editen voor de kledinghaul van Lofies. Ik ga me klaarmaken. Ik heb zo meteen eerst een meeting in Amsterdam. En daarna een soort event-achtig iets. Namelijk een kick-off van een programma waar ik aan mee ga doen. Een online programma. Voor jullie misschien nog niet heel boeiend, maar uiteindelijk wel. Namelijk Female Area. Ik zit namelijk bij DiviMove. Dat heet nu We Are Area. En zij gaan een heel girls platform maken om vrouwen te helpen succesvoller te worden op YouTube. Alle tips, tricks en helemaal cool. Dus vanavond is daar de kick-off van. Gaan we met z'n allen uit eten. Dus ik ga me even omkleden. Even een gezellige outfit aandoen. En dan gaan we weer met de trein naar Amsterdam hoor. Hoe mijn kamer eruit ziet na die kledinghaul opnemen. Pakketjes en alles. Ja, voor heel veel van jullie zal dit geen troep zijn. Maar voor mij is dit echt troep. En ik kan hier zo slecht tegen. Oké, dit wordt de outfit voor het diner. Voor vanavond. En ook voor de meeting. Want ik ga meteen door. Super chill. Want anders dan moest ik 2 keer deze week naar Amsterdam. En nu kon ik het allebei op 1 dag plannen. Leerkort broekje met de trui die ik net aan had. En daarover dit lel, want het is best wel koud buiten. Dus ik moet ook even kijken welke jas ik aan doe. En ik twijfel eigenlijk nog tussen deze laarzen, want dat past weer mooi bij mijn trui. Of lekker gek en deze. Ik weet het nog niet, ik moet ook best wel een stukje lopen. Dus misschien zijn deze die ik er nu aan heb wel het beste. Ik ga even mijn haar doen en dan lunchen. En dan gaan we richting Amsterdam. Oh, ik heb zo geen zin in de trein. Gadverdamme. Met zo'n goor mondkapje op, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben bij de meeting. Ik zit te wachten tot degene met wie ik een meeting heb ready is. Dus ik zit nog even lekker te chillen hier. Kopje thee erbij. Nou, ik heb net super gezellig met Wiep gezeten. En nu ben ik onderweg naar het etentje voor DiviMove. We Are Area. En ik zag Rosalie net al. Dus super gezellig. Die is er ook weer. Ik loop nu op de tomtom. Ik ben zo slecht in de weg. Dus ik ben er bijna en dan wordt het weer een hele gezellige avond, denk ik zomaar. Ja.
what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Dus wat heb jij daarvoor lekkers? Wat ga jij eten? Ik weet het nog niet. Ze zei mij vergeten. Ik weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Kijk, volgens mij moet je hem eerst lospulken. Kijk, 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 en zo, een beetje los zo weten. Nee, nee. En het is wel waar. Oké, even, Rosalie gaat even live in voor. Het valt van mee, maar het enige probleem is, ik heb het gekast. Dus je zou het niet nog een keer voor de lekker nemen. Nee, maar er zat wel een soort gek sausje in, maar die een beetje zoet was. Forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, both speeding my heart. Around for the thrill of it.